In het historisch museum Het Voorhuis aan het Koekoekspad in Blessersgraaf wordt een expositie gehouden onder de titel Tradities. Sommige daarvan zijn verdwenen, andere bestaan nog steeds. Wie heeft er ooit gehoord van Pasen brengen, spuit proberen of Sinterkatrijn melken? De tentoonstelling laat van sommige tradities een ontwikkeling in de tijd zien aan de hand van afbeeldingen, voorwerpen of persoonlijke verhalen. De tentoonstelling werd geopend door notaris-klerk Jan van Drielen. Traditie binnen een traditie, het koekslaan. De laatste jaren is dat een beetje verwaterd. Ik denk dat die man dat niet meer kwam, want het is uiteraard daarna overgenomen door de Krom. Maar de heer heeft daar nog de catering gedaan. Ja, dat koekslaan, dat apparaat zal hij nog niet gehad hebben. Het was natuurlijk de lol dat twee boeren tegen elkaar gingen koekslaan. En degene die het meeste keer nodig had om die koek binnen te krijgen, die moest betalen. Die betaalde die twee koeken. Nou, dat werd weg. De hele ogen door werd dat gedaan. Dan denk je, dat is heel simpel. Je geeft die koek een hengst met die knuppel en dat ding gaat kapot. Maar dat was niet zo. Als je alleen maar sloeg, dan was je 10, 20 keer bezig voordat die koek nu midden was. Het was de kunst om op die koek op dat gleufje te leggen. Als het goed is, zit er in die tafel een gleufje. Om die knuppel er recht overheen te slaan en dan een trekkende beweging te maken. Want juist die trekkende beweging, dat snijdt die koek in tweeën. Hebben we het anders? Dat zijn de drieën. Ken nog steeds niet aan. Ja, maar je moet het kan wel laten liggen. Eerste gezamenlijke daad van een kerstvers echtpaar. En gaat het niet goed, dan is dit een slecht voorbode van het huwelijk. En als het bruidspaar het laatste stukje van de taart bewaart, meestal een bloem van marsepein, dan zouden zij beschermd zijn in hun eerste huwelijksjaar. Dit is allemaal bijgeloof, hè? Dan de bruidsuikers. Dat is eigenlijk iets wat geheel verdwenen was. In de periode dat de mensen dus zelf gingen aanzeggen dat ze gingen trouwen, dan namen ze van die prachtige versierde zakjes mee. Daar gingen bruidsuikers in. En dat deden ze in de bruidsweken. Dus je ging eerst in ondertrouw. Dat noemde je vroeger aantekenen. En dan ging je familie en naaste vrienden uitnodigen. En dan nam je een zakje bruidsuikers mee. En dat was het teken dat je uitgenodigd was. Een bruidskommen, die zijn ook heel oud. Die kreeg je dus als een soort herinnering. Wat men toen noemde aan de gelukkigste dag in je leven. Worden niet meer gebruikt en werden toen ook niet gebruikt. En die gingen keurig in de prongkast. Dan is de kousenband. Dat is eigenlijk een heel oud gebruik. Is een tijd weg geweest. Maar sinds een jaar of 20 is dat weer helemaal teruggekomen. Blauw, dat was de kleur van de bescherming. En zo'n kousenband dragen, dat stond ook eigenlijk als een soort teken van seksuele trouw. En dan onderin zien we wat dingen van deze tijd. Er hoort natuurlijk champagne bij en er waren mensen die hadden daar wel heel luxe glazen voor. En verder eigenlijk een beetje dingen van deze tijd. Heel traditioneel was vroeger roze voor de meisjes te kleuren en blauw voor de jongens. En dat hebben we geprobeerd om dat hier ook te laten zien. Bovenin zien we de luiermanden. Een traditie was dat die gevulde luiermand door de schoonmoeder van de kraamvrouw bij de komst van het eerste kindje in orde werd gebracht. En de inhoud van zo'n luiermand, dat kon natuurlijk heel sterk variëren naar aanleiding van of je rijk was of arm, hè? Dan hebben we hieronder de baker- of kraamspeldenkussens. Het was een keihard kussen, dat was gevuld met zaagsel en overtrokken met satijn en zijde en afgezet met kant. En aan de bovenkant werd dat door de aanstaande moeder met van die lange bakerspelden soms het woord welkom opgewaakt. En dan was er nog beschuit met buisjes, dat is ook al een heel oude traditie. Roze voor de meisjes en afhankelijk was het wit voor de jongens. Later is dat blauw geworden. Dan is er nog een gebruikelijk dat er een borreltje werd gedronken. Dat was kandeel voor de wat rijkere mensen en een brandewijntje met suiker voor de mensen die wat minder te verteren hadden. En dan was er nog de suikerdot. Als kinderen vroeger niet stil wilden zijn, dan had men een lapje. Daar deed men wat wit brood in met suiker. Dat doopte men in de melk, maar ook gebeurde dat het werd gedoopt in de brandewijn. En dan waren de kinderen wel heel snel stil. Later gebruikte men de fopspeen, die werd ook in de brandewijn gedoopt. En later in de suikerpot. En hetzelfde resultaat, de kinderen waren zo stil. Dan zijn de traditionele geboortecadeaus, dat waren rammelaars, bijtringen van zilver.
Vroeger en later, zo'n 50 jaar geleden, toen kwamen die zilveren setjes in opmars. En daar werden ook de geboortedatum en de naam van het nieuwe kindje in gegraveerd. Tot aan ongeveer de Tweede Wereldoorlog liepen de dames in de Albertswaard ook nog met een muts op. En dat noemden we de wiekenmuts of de neepjesmuts. En als je dan in de rouw was, die mooie mutsen die waren dus met van Brussels kant gemaakt. Maar als je in de rouw was, dan had je een muts op die helemaal van gladde stof was, van glad batist. En die zien we hierboven en dan had je om je hals te bedekken, waren er ook nog dames, die droegen een zwarte bef noemen we dat. Die was dan tot onder de kin, was je dus helemaal bedekt. En eigenlijk in de rouwperiode ging alles in het zwart en werd soms heel extreem doorgevoerd. Er waren ook mensen die hadden zelfs een rouwservies van Wedgwood. Heel prijzig, maar dat werd dan ook gebruikt. Misschien niet in de week, alleen op de zon en de feestdagen, dat weet ik niet. Maar er zijn serviezen van. Dan waren de speciale sieraden, die waren ook helemaal dof zwart. En in de rouwperiode mocht dan wel zilver gedragen worden, maar geen goud. Dan zien we ook nog een hele mooie beugeltas. Dat is een hele oude tas, van 200 jaar oud. Met een bijbehorend zwart leren beursje. Voor de dames uiteraard. Dan zijn er ook speciale bijbeltjes, rouwbijbels. Een rouwbijbeltje voor de heren, dat is de grote, en een klein rouwbijbeltje. Dat was niet van leer, want dat glom dan. Dat was van een soort fluweel, zal ik maar zeggen. En dan had je ook nog lichte rouw en zware rouw. Zware rouw, dat was voor de mensen die direct bij de overledene betrokken waren. Maar als het een oom of een tante was, of wat verder weg, dan kon je volstaan met zo'n rouwband om je arm en dan hoef je je kleding niet allemaal te verven. En dan kon je gewoon je gewone kleding dragen, maar dan zagen de mensen toch vooral dat je in de rouw was. Die salmiak is daar precies hetzelfde voor. Er waren speciale rouwzakdoeken voor de heren, wit met een zwarte stippel. Hier ligt er nog één voor de dames. En er was ook uiteraard een rouwstropdas. Het is een greep, hè? Er zijn veel meer dingen, maar we hebben dus hier en daar wat uitgehaald.